heeft het gewacht op de beide spitsen. Hij heeft de handen niet in de ring gegooid. Ik vind het knap. Goed, ja, anders gooi je eigen glazen in ons. Dat even aan de andere kant. Maar, mag ook gezegd worden, hij heeft de handen niet in de ring gegooid. Hij begon sterk tijdens de voorbereiding. Dat heb ik hem zelf ook gezegd. Dan matig, dan nog slechter. Daarna was hij weer beter. Het was heel afwisselend. Maar hij heeft de handen niet in de ring gegooid. Complimenten. Hoe wij de eerste periode hebben gehaald. Als ik dan kijk, Ramazan die eindelijk een paar weken weer puiker bezig is. Ramazan, ik hoor in de bestuurskamer na de wedstrijd tegen Enter. Goh, die nummer 8 die was goed. En dan is het over jou. Maar eindelijk ook de handen niet meer in gegooid. Lekker bezig. Als ik dan kijk hoe Nouri afgelopen zondag inviel. Ja, echt. Het straalde helemaal uit. Het straalde helemaal van. Nee, maar je kon ook invallen van, ach, weet je wat. Kan ook. Maar ook dan gooi je je eigen glazen in. Maar ik zag hoe je inviel. Dat was gewoon perfect. Dan heb je meerwaarde ook nog bewezen. En als ik dan teleurgestelde Sali bekijk. Ik heb je de zondag weer bij. Hilmi, dat is een speler waar ik gewoon een zwak voor heb, mag gezegd worden. Daar heb ik gewoon een zwak voor. En ik kan het nu al verklappen, hij begint zondag. Wat ik alleen maar wil zeggen, jongens, hoe hij, die jongens wat ik net heb genoemd, het is niet toeval dat we de periode hebben gepakt. Dat doe je niet zomaar. Dat doe je niet met 2-3 goede wedstrijden. Dat doe je ook niet met 11 spelers. Dat doe je met zo'n invalbeurt. Erhan die zonder warmbeurt inviel. En dan denk ik aan een Erkan Kandemir en een Ozan. De twee aanvoerders. Hoe zij hier strijd hebben geleverd tegen Surioyo. Echt. Totdat je kon ze wegslepen naar een wedstrijd. Nou, zo kan ik iedereen wel gaan opnoemen. Die stuk voor stuk een bijdrage hebben geleverd bij deze prestatie wat wij tot nu toe hebben geleverd. Onderschat het niet. Çekim yapıyoruz. Bir de bizim ismimizi söyledi. en azından antrenmanlara geliyoruz yani. Seni astrolistler en son. Dus ik ben aan het eind. Meeste aandacht die komt voor jou. Coşku gelecek daar. Als ik dan zo idee opnoem, ga zomaar door. En dan kom ik natuurlijk bij Psycho. Yeah. Ja, je kunt zeggen wat je wil, maar ik kan wel altijd op je rekenen, jongen. Dus dat is. Waar ben je? Ja, dit had ik even nodig. En nu stop ik het beeld, jongens.